speelt de regerend kampioen tegen zijn troonopvolger. Dat was de vraag in Noord-Frankrijk. Lens tegen Marseille. En Lens had Marseille al 2 keer uit een bekertoernooi gegooid dit seizoen. En het ging hard op weg om dat nog eens een keer te doen. Maar dan in de competitie. Al vroeg in de wedstrijd waren er kansen geweest. Maar pas vlak voor rust wordt het dan 1-0. In de rebound maakte Verrel de goal. Marseille gekomen in de UEFA Cup finale. Voor het eerst in zijn bestaan. Maar het 100 jaar moet natuurlijk vooral worden gevierd met een landstitel. Dan in de tweede helft Camara. Mooi schot onderkant lat. En uiteindelijk komt Lens hier heel goed weg. Dan halfweg de tweede helft. En dit is een juweel van een schot. Porato redt nog wel, maar het is Moreira die kan scoren. Maar de volley van Verrel was een wereldgoal. En dan is het 2-0 en dan gaan die 41.000, die hoort het goed, 41.000 mensen in Lens nog eens recht voor zitten. Ze willen geen kampioen meer worden dit jaar. Ze kunnen nog wel de beker winnen. Maar met Tony Verrel in de ploeg heb je in ieder geval een van de mooiste voetballers uit de competitie. 3 minuten na de 2-0 is het 3-0 door de kopbal van Verrel. Hij kan alles. De vrije trap was van Brunel. Porato beseft dat dan het feestje voor Marseille deze week voorbij is. En of dat nog niet genoeg is, wordt het nog zwaarder, de vernedering. Een hele mooie opgezette aanval met Dalmat. En een beetje mislukt schot, maar dan toch bij de tweede paal ingeschoten door Moreira. 4-0. Lens kan zich richten op de finale van de Coupe de la Ligue. Waarin het dus UEFA Cup voetbal kan afdwingen. En het was in ieder geval mooi, de laatste kans voor Lens om de vorig jaar vrij veroverde landstitel extra glans te geven.